Goeiedag, het laatste nieuws uit de filmindustrie met onder meer de must-see films voor de feestdagen. Jimmy Kimmel lokt vrouwen naar Star Wars en Tom Cruise gaat het gevecht aan met de Mummy. De nieuwe Star Wars film is af en 16 december dan kunnen we hem eindelijk allemaal gaan zien. En we weten, de hele bioscoopzaal die zit vol met mannen van de jaren 18 en ouder. Dat was de Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel ook opgevallen. Hij bedacht een hilarische manier om ook meiden naar de bioscoop te lokken. And this new trailer, I think, does a very good job of sending the message that Star Wars is for everyone. Rey was looking for love in all the wrong places. Without a man, she was no one. I'm no one. But in a galaxy of bad guys, one young stormtrooper was on the same journey. And no matter what stood in their way, or what handsome older gentleman distracted her, sometimes the greatest force of all is love. Look at the stars, look how they shine for. Tom Cruise is in gesprek voor een remake van The Mummy. Het laatste deel kwam uit in 2008. En nu vindt Universal het alweer tijd alles even dunnetjes over te doen. Met Cruise aan boord trek je natuurlijk vollere zalen. De Mummy is het startsein voor een reeks monsterfilms waar Universal mee aan de slag gaat. Ook Dracula en Frankenstein die komen straks in een nieuw jasje uit. De opnames van de Mummy starten in februari volgend jaar. Superheldenfans opgelet. De eerste trailer van de derde Captain America Civil War is uit. En naast Cap schitteren ook Ant-Man, Spider-Man, Black Widow, Falcon en Iron Man in dit deel. In de trailer zien we dat de superhelden deze keer onderling ruzie krijgen. En niet zo'n beetje ook. I just want to make sure we consider all our options. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What do we do? We fight. Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. De feestdagen komen eraan en dat betekent cadeautjes en surprises, maar vooral een bomvolle bioscoopagenda. Filmjournalist Fabian Melgers die loodst ons door de zee van blockbusters, zodat we nog tijd over hebben om bij de schoonfamilie aan de kalkoen te gaan. Of niet? Nothing will stand in our way. I will finish what you started. De film om naar uit te kijken, waar echt al heel lang naar uit wordt gekeken, is Star Wars. Daar weet iedereen wel van, denk ik inmiddels. Deze week komt ook Bridge of Spies uit, wat ook een hele goede film is. Een nieuwe Spielberg film, oorlogsfilm. Dat is ook echt een aanrader voor de kerstdagen. Zal het best goed doen waarschijnlijk. Er is bijvoorbeeld weer het vervolg op Mannenharten 2. Heeft het goed gedaan, het origineel heeft het goed gedaan in de bioscoop. Dus het zal ongetwijfeld ook weer goed lopen. Ik zou er persoonlijk waarschijnlijk niet heen gaan, maar het is voor de romantische comedieliefhebbers vast wel een leuke film. Heb je het gevoel? Waar het om gaat, het hartstikke. Ik ben persoonlijk pas naar Bombini Holland geweest. Dat komt ook binnenkort uit en daar zou ik niet heen gaan. Ik hoef verder niet heel veel woorden aan vuil te maken, denk ik. Het is gewoon niet echt mijn type film. Maar goed, er is voor ieder wat wils in de kerstvakantie. Dus wat dat betreft misschien dat andere mensen het wel leuk vinden. Er zijn ook leuke kinderfilms bijvoorbeeld. Er komt de nieuwe Charlie Brown film uit. Dan moet je afvragen of daar echt een Nederlandse publiek voor is. Het is een beetje een Amerikaans dingetje. En het vervolg op Dummy the Mummy. Wat het origineel ook heel goed heeft gedaan. Dus het zou zomaar ook een hele goede hit kunnen worden. Dummy the Mummy 2. Kinderen, volwassenen, science fiction, actie, romantische comedie, alles. Dit was hem weer. Meer filmnieuws op onze site en in de krant. Tot volgende week.